Hallo allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog van Robin Fotografie. Vandaag zijn we in Voorstonden en gaan we paddenstoelen fotograferen. Vorig jaar hebben we hier heel veel paddenstoelen gezien. Ik wil natuurlijk niet zeggen dat ze dit jaar er weer allemaal zijn. Maar één ding wat wel zeker is, wil je nou paddenstoelen fotograferen, dan is dit de juiste tijd ervoor. Nou, laten we maar op zoek gaan naar een paar mooie paddenstoelen. Nou, wat hebben we allemaal bij ons vandaag? Eigenlijk niet zo heel veel. Mijn macro lens, een klein statiefje, een paar batterijen en een zaklampje. Misschien dat we die ook nog gaan gebruiken. Moeten we even kijken. Dat ligt er maar net aan de situatie. Nou, ik heb een klein paddenstoeltje gevonden. Ik zal hem even laten zien. Hij is heel klein. Die daar. En dat wordt onze eerste foto, denk ik. Laten we de spullen maar uitpakken. Oh ja, ik heb nog iets bij me. En dat is een vuilniszak voor mijn kleding. Dat doe ik, leg ik op de grond. Want als je een paddenstoel gaat fotograferen, kun je het beste vanaf zo laag mogelijk punt doen. En ja, op het moment dat je helemaal niks bij je hebt, dan is natuurlijk al je kleding helemaal nat. Dus een handige tip, neem een vuilniszak mee als je paddenstoelen gaat fotograferen. Kun je mooi met de knieën opzitten en dan kun je zo laag mogelijk bij de grond. Nou, laten we maar eens een eerste foto gaan maken. Eerste foto is mooi paddenstoeltjes, twee achter elkaar. Alleen ik vind een persoon nog een beetje rommelig doordat er blaadjes omheen liggen. Dus die ga ik nu eventjes weghalen en dan gaan we nog even fotootjes schieten. Nou, dat ziet er wel een stuk beter uit. Dat is foto veel rustiger. Mooi niet dat bruine erbij, dus eigenlijk alleen maar dat groene en dan de paddenstoeltjes. Dus ja, op zich wel een eerste geslaagde foto. Nou, dan gaan we eens even een stukje verder lopen. Eentje gevonden, een rood-witte paddenstoel, hele mooie ronde. Hoe ga ik deze nou fotograferen? Ik wil dat de achtergrond onscherp is. Waardoor doe je dat nou? Nou, dan kun je door de diafragma aan te passen, zo laag mogelijk diafragma getal. Dus ja, ik kijk meestal 2,8 is wel een mooi diafragma om paddenstoelen te fotograferen. Het is ook maar net hoe de situatie op dat moment is. Wil je nou dat de achtergrond heel mooi onscherp is, zorg dan wel dat het onderwerp, dat de achter, heel veel vrij is. Dus dat er niet een boom of iets dergelijks echt vlak achter de paddenstoel staat, want dan creëer je niet zulke mooie onscherpte diepte. Nou, ik heb eventjes wat weghalen hier nog. Dat is wat mooier. Laten we eens een fotootje gaan schieten. Ik gebruik geen statief. Gewoon uit de hand. Het is best wel mooi weer. En, daardoor kan ik best wel een snelle sluittijd gebruiken. Eens even kijken. Ja, dit is sowieso een prachtplaatje als ik door mijn lens heen kijk. Ja, dus het is gewoon één foto schieten en ik ben er al gewoon blij mee. Even kijken. Dat is ook goed. Ja, super gaaf. Misschien nog een beetje eromheen draaien, maar eigenlijk denk ik al dat ik de foto voor mezelf heb. Nou, ik heb een leuke paddenstoel gevonden. We gaan nou eventjes kijken of we wat kunnen doen met het zaklampje. En dan gaan we de paddenstoel belichten en kijken of we een beetje verschil hebben. Ik zal jullie even laten zien. Hier is de paddenstoel. En
Daar is het zaklampje en die ga ik dan zo direct belichten vanaf de onderkant. Maar voordat ik dat doe, laat ik jullie eerst een foto zien zonder en daarna een foto met belichting. Nou, gaan we de camera pakken. Nou, gaan we eerst eventjes een foto schieten zonder dat ik de paddenstoel belicht. Ik heb de zaklamp even iets verder naar achter gelegd. Hij zat net in het zicht van de paddenstoel. Nou, eens even kijken hoor. Scherp stellen. Zo. Nou, dit is dan een foto zonder dat ik de zaklamp aan heb. En nu gaan we een foto maken met de zaklamp aan. Misschien dat jullie het toch kunnen zien op video. Ja, een beetje wel. En dan gaan we een foto schieten met de zaklamp aan. Even kijken, zo. Ja, gaaf. Toch stoort me nog wat op die foto. En dat is het bruine erachter. Even kijken. Dat is denk ik hier iets. Een van deze blaadjes. Die gaan we eventjes weghalen. En dan gaan we nog één foto schieten. Om te kijken of die dan wel precies is zoals ik hem wil hebben. Ik denk dat ik... dat ik hem heb, ja. Ik zie niks meer door de camera qua achtergrond wat in de weg ligt. En met lampjes gewoon zo ver mogelijk naar de grond scherp stellen en schieten maar. Vond je dit nou ook leuk om te zien? Abonneer dan op mijn kanaal en wie weet zien we elkaar de volgende keer weer. Bedankt voor het kijken. Ayush. Thank you.